Suriname is ernstig geschokt door het gebeuren, het tragisch gebeuren aan de Pierpontweg, waarbij een 39-jarige jongeman die zijn moeder wilde gaan beschermen, wilde gaan redden uit handen van criminelen, toen is doodgestoken. Er is heel wat kritiek op dit tragisch gebeuren en men vraagt nog steeds af wat de regering, wat de politie, wat de minister van Justitie en Politie in deze doet. Henk Afiankoi, parlementariër, die is van de buurt, die heeft er ook intussen zijn attentie getoond. Het is een heel ernstig gebeuren, hij onderstreept dat. Door familie en vrienden is er ook een stille loop georganiseerd voor dinsdag. U hoort parlementariër Henk Afiankoi. Ja, ik ben van de buurt ook Pierpontweg. En gisteren was ik op de rouwzitting. Natuurlijk is heel triest, is heel jammer wat gebeurd is. En laat me dit zeggen, het gaat mij van de Alliance gaan naar alle slachtoffers van al die beroevingen en moorden die we zien dagelijks. Dus mijn condolences aan die mensen. Als buurtbewoner was ik wel daar, ja, om even met die mensen te zitten en ze die power ook te geven, weet je. Want je kan niks doen als persoon, maar toch, attentie is altijd goed. En het is triest, maar het is heel jammer, zo'n jonge leeftijd. En net wat ik al zeg, dat is symbolisch maar het is meer algemeen bedoeld voor alle mensen die betrokken zijn of slachtoffer zijn geworden van alles wat we nu meemaken. Mensen voelen zich niet meer veilig in hun huis. Is het altijd al zo geweest, onveilig, de Pierpontweg? Nee, voor mij dit is pas het eerste geval. Ik woon niet zelf in de Pierpontweg, maar ik ben wel van de omgeving. Maar nu, waar ben je nog veilig? Ik bedoel, overal zie je dagelijks. En het wordt erger en erger. En, kijk, de criminaliteit is niet van vandaag, hè. Laten we dat duidelijk vooraf vaststellen. Het is voor altijd zo geweest in bepaalde tijden. Ik weet nog, een ex-minister zei nog zelf aan een paar Chinezen, dat de familie maar nou zoet dan trouwens, ik ken die gevallen nog. Maar in deze periode zien we dat het iedere dag gaat gebeuren met de digitale media die we nu hebben. Al die dingen komen live, waardoor het heeft een schrik-effect naar de samenleving. En dat is niet goed voor je samenleving. Ook voor investeerders, vakantiegangers. Het is niet goed. Weet je, ik weet dat de regering, we hebben hier ook vergaderd. We hebben antwoord gekregen van de minister. Maar er moet nu iets wel gebeuren. Ik bedoel, kijk, de politie kan niet overal, laten we eerlijk zijn, aanwezig zijn. De politie, de militairen zitten wel op straat. Maar net wat ik al eerder zei, ook binnen de korps moet er verandering komen. Je ziet bepalen van die manschappen soms en je dacht, nou, er moet iets gebeuren. Die zuivering moet in alle lagen plaatsvinden, Isabi. Zodat het volk weer een beetje, zich weer een beetje veilig voelt. Isabi, gisteren. Vanmorgen nog stuurde een vriend van me een app. Ik was bezig met voetbal en die man gaf aan. Meneer Afiankoi, het is ook goed als je bezig houdt met de veiligheidsvraagstuk. Met veiligheidsvraagstuk. Dus ik zei hem, broer, dan volgt hij me niet. Ik ben al lang bezig met hiermee over te praten. Maar dat is wat men voelt. Hè. Ondanks het feit dat ik niet in de uitvoering ben, wil ik samenleving. Je vindt het wel erg en hopelijk gebeurt het. Dus vooral, en ik doe een beroep op de nieuwe korpsleiding. Kijk eens, iemand die, van wie heel veel verwacht wordt, korpschef Isaac. En misschien moeten er meer mensen betrokken worden. Ik heb het al eerder gezegd, mensen die gediend hebben, Isabi de Mabak competentie. Poejepi, laten we ieder bij betrekken. Zabi, dit is nou kondrecht. Criminaliteit houdt niet in alleen voor coalitie, hoor. Het is voor iedere burger. Het veiligheidsvraagstuk.
Nou, laat maar. Dus ja, de man zei denk ik, coalitie, oppositie. Wel, ik zou ze aanraden om dat na te laten. Isabi, dus na heel konden het probleem. Nu wil de buurt en de nabestaanden middels een stille loop toch wel aandacht vragen voor dit tragisch ongeval. Maar meer nog, heer Afian Kooi, voor die stijgende criminaliteit. Ja, gisteren heb ik, toen ik daar was, is er een bekendmaak gekomen dat morgen 5:00 men een stille loop zal houden in de buurt zelf. Meer als ondersteunen naar de regering toe om meer aandacht te vragen. Dat Wassanem op zes gaat niet zo zegt om het geval van Pierre Pontman, maar over algemeen. Want net wat ik al zei, Tramalas de Libito, anderen zijn ook slachtoffers van berovingen enzovoort enzovoort. Dus het gaat over het algemeen. Maar iemand is begonnen, een buurt is begonnen om te zeggen, we gaan een bijdrage leveren om meer aandacht te vragen. Sabi, en daar, dat juich ik toe, want ik ga ook erbij zijn. En dit gebeuren, heer Afian Kooi, wat zegt het van de minister van Justitie en Politie, wat zegt het van die regering zelf? Nou kijk, wat ik zei, ik weet niet of het zozeer te maken heeft met de regering of de justitieel minister. Niet alleen deze case, maar die golf aan gruwelijkheden de afgelopen dagen. Nou, er zijn maatregelen getroffen, heer Ganes. Maar zijn ze voldoende? Ja, eigenlijk wat zou je nog kunnen doen? Er is een zero tolerance bereid. Ik zeg, men moet gewoon doorgaan. Maar ik vraag altijd weer, er moet hard opgetreden worden. Niet tegen de burger die eigenlijk, je zou kunnen zeggen voor... Langs de straat wat verkoopt. Ja, en nou de man dat ben ik crimineel. Nou, de tramang is abi. Ik ben zelf nu met een geval bezig, mijn eigen geval pe. Totdat ik zelf in beeld moet komen om te zeggen, nou, broer, het gaat zo niet. You know, longo tik mwam wagi in beslag namen, zomaar met geweld. Omdat we ons met takwan zijn, zo werkt het niet toch. Maar de echte crimineel, daar moet wel hard opgetreden worden. En ik hoop dat die mensen die hun werk, de veiligheidsdiensten hun werk met hart en ziel doen. Dat ze wel die bekken moeten krijgen, zeker van zijn. Dat ik aan het team 3 op. Want nu allemaal bari toch? De politie moet harder optreden. En wanneer ze beginnen met hard optreden, net als jaren eerder. Niet tegen weerloze burgers, daarover heb ik het niet naar je gezien. Mensenrechtenorganisatie die inkomen en mensen. De maulas, de uroko. Dus het is een samenhang van samenwerken. Maar zo kan het niet verder toch. Het is mijn vrede. Andere mensen zijn getraumatiseerd met takangas, maar soms. Bijna deze man, want ik moet pas ofzo. Of wat, nu idee niet, ofzo, ze zijn niet veilig. En nu aan het net niet door morgen. Kijk hoeveel auto's aan de volkant die kan rijden. Wat heeft een bedoeling toch? Dus. Ik hoop het best hoor. Kijk, vandaag sprak ik met ook een andere veiligheidsdeskundige. En dan leg me bepaalde dingen wat ik zal voorleggen aan de president. Want je hebt mensen die echt ervan overtuigd zijn dat de wanjepie maar alleen die middelen en een onderstelling met het openbaar ministerie, de bekken van PG, om te doen wat ze moeten doen. Om te helpen, dus deze dingen ga ik ook voorleggen aan de president als nummer 1 van het land, weet je. En hoor wat hij zegt, maar man, je hebt maar de buurt moeten bijbetrokken, want nu allemaal is ook wapen. En straks wat krijgen we? Wild Wild West, is het zoeto, is het allemaal eventjes, is zoeto. Dat heb je dus. Maar ik heb geloof dat het... beheersbaar zal worden. Ik heb geloof in de nieuwe leider van het korps, de heer Isaacs, en track record is daar en hij heeft ze met zijn team. Gaan er wel bepaalde dingen gebeuren. De zero tolerance moet doorgaan en opgevoerd worden. Net wat ik zei, niet voor een weerloze burger, maar de zware criminaliteit moeten we aanpakken. We hebben te veel van deze dingen nu. Is heb je daarom te bepalen DNA-leden bij Barja. Ik had het ook al gezegd.
we op bar staan nu en mensen luisteren. En wanneer het gebeurt, dat we ook op bar bakken, criminaliteit. Maar nou, ze bij Bari, de politie treedt te hard op, de politie deed, we zijn in een politiestaat. En nu kijk wat we hebben. Dus, maar dit is, gaat ons allemaal. Dus land en volk, het volk van Suriname, wil veiligheid. Ze willen zich veilig voelen. Die ondernemers, de man van de straat, die moesje, de vrouw, de artsen, iedereen wil zich veilig voelen. Hoeveel meer ga je beveiligen? Hoeveel meer? Ik heb in de achterliggende periode, heer Afian Kooi, wat collega's van u, maar ook anderen geïnterviewd over steeds toenemende criminaliteit. En ze zeggen, ja, beleid van deze regering, die in feite ervoor heeft gezorgd dat het volk in armoede gedompeld is geworden, ten grondslag daaraan ligt. Nee man, kijk, dat is rommel. In een woord, wat men daar zegt is rommel. Rubbish. Trash. Alleen maar voor politiek om te zorgen. Armoede. En 5 jaar geleden was armoede erger, broer. Zij hebben ons in deze situatie gebracht. En om politiek gestoren, dan je contact nou, het heeft te maken met armoede. Wat heeft het te maken met armoede? Je voelt het toch ook, ga je in de criminaliteit? Ik voel het toch ook. Iedereen voelt het. Maar waarom kiezen bepaalde mensen dat na? Is een keuze die men maakt om in de criminaliteit te gaan. Maar om politiek te scoren met zulke, dat zijn grappenmakers man. Dus ze zijn niet serieus. Ik ga, mijn collega's die dat zeggen, ik kan ze niet serieus nemen. Met één woord. Ik kijk, velen zijn, we zijn wel op de collega's, maar eigenlijk iedereen. Maar om dit te zeggen, below the bell man. We gaan helemaal, ik ga helemaal niet daarin. Ik laten voor een verantwoordelijkheid. Ik moet kijken naar het belang van het volk en hoe wij dit gezamenlijk kunnen indammen. Niet om politiek hier te komen scoren. Ja, want de president doet toch zijn best. Iedereen vecht er tegen. En waar er fouten worden gemaakt, worden gecorrigeerd. Genoeg middelen zijn nu vrijgemaakt. En de man moet vrij op. Die wetten misschien als worden. Die wetten moeten verzwaar worden. Je kan niet iemand aanhouden. Je doet al het werk. En plotseling hoor je voor een fout of na 2 weken. Amanda straat die bakken. Dus dat is een totaal plan. Maar die mensen die willen politiek scoren. Ach, ik kan niet daarop in hoor. God is hier alles aan. Dat wil ik zeggen. En power nog maar aan alle slachtoffers. We condoleren. Dit was alles once maar. En laten we niet opgeven. Er is hoop. Ik heb met een paar veiligheidsmensen gesproken. De meisjes zitten ook al. Vandaag heb ik met een topveiligheidspersoon die al in het systeem zit gesproken. Hij heeft wat voorstellen gedaan die ik kan meeleiden. En anderen had me hele plan gestuurd wat hij heeft geschreven. Al deze dingen zal ik bespreken met de president. Maar volk van Suriname, Bradanga Sa. Laten we niet laten intimideren door deze gasten die... Waardoor je gaat slapen, je schrijft nu. Want dadelijk heb je weer een ander geval. Vele mensen met hoge bloeddruk. En dat de man om een schrijft. Dus we gaan voor het beste. En ik zal blijven praten.